Guido, je zei in jouw betoog op het podium dat je een tijdje rust had gehouden. Ik heb je al jaren gevolgd, ook in de Formule 1 uiteraard, wie niet in Nederland. En de vraag die dan voor op mijn lippen brandt is, had je er een beetje genoeg van na dat hele avontuur? Of hoe mag ik daar nou naar kijken? Ja, of ik genoeg van had, dat Formule 1 was natuurlijk een beetje een dramatisch afgelopen. Weet je? Ik heb daar best wel wat moeite mee gehad. Maar goed, uiteindelijk zit je daar een halfjaartje mee in de maag. Maar goed, het leven gaat door en uiteindelijk moet je toch weer dingen op gaan pakken. En toen ben ik in 2016 gaan racen. Leuk seizoen gehad, gelijk kampioen geworden met de European Le Mans Series. En afgelopen jaar dacht ik van, nou, nu moet wel een goed zitje komen of een interessante partij die met mij in zee wil gaan. En er kwam er eigenlijk niks van. Dus heb ik gezegd, nou, als er niks komt, dan ga ik iets anders doen. Dan ga ik lekker ondernemen. En dat ben ik afgelopen jaar gaan doen en dat gaat heel erg goed. Maar het begon toch te kriebelen. En toen kwam deze kans natuurlijk voorbij en had ik contact met Frits. En uiteindelijk zijn we er heel snel uitgekomen. Ja, het zou zonde zijn van je enorme ervaring, want je behoort natuurlijk gewoon tot Nederlands beste coureurs door de decennia heen. En er zijn er meer die het goed kunnen, maar als de ervaring verloren zou gaan, is het natuurlijk doodzonde. Dat voor jezelf ook wel, denk ik. Ja, zeker, tuurlijk. Uiteindelijk wil je wel toch wel laten zien wat je kan. En gelukkig, ondanks dat ik anderhalf jaar niet gereden had, ben ik ingestapt. En na 20 ronden was ik al gelijk weer on pace en heel snel. Dus je verleert het niet. Het is eigenlijk hetzelfde als je weer gaat fietsen, dan verleer je ook niet. Natuurlijk, weet je, ik moet nog wel een beetje gaan trainen, een beetje fitter worden. Maar op zich heb ik 3 of 5 dagen getest en heel veel rondes kunnen rijden. En dat ging heel erg goed. Maar voor de eerste race moeten we nog een beetje aantrekken, maar het gaat de goede kant op. Hoe vergelijk jij Formule 1 en endurance racen? En wat is jouw beleving? Nou, je moet een teamplayer zijn. En kijk, als jij formuleauto's doet of Formule 1, dan heb je gewoon oogkleppen op. En je teamgenoot is je eerste concurrent wat die dezelfde auto heeft. En die moet je afslachten, als je maar zo noemt. En in endurance racing heb je 2 teamgenoten en daar moet je samen mee doen. Kijk, het belangrijkste is dat je iedereen op pace hebt. Dat iedereen dezelfde snelheid heeft, dat iedereen even hard gaat. En zodoende, als dat niet gebeurt, dan moet je die persoon gaan helpen en zorgen dat hij wel snel gaat. En als je een keer een wat mindere dag hebt, dan moet je er ook genoegen mee nemen. Maar je moet wel zorgen dat je geen fouten maakt, altijd alert bent, goede concentratie hebt, goede uithoudingsvermogen. En dan kan je pas presteren. Ik denk dat je met Frits van Eert en Nick de Vries in de toekomst wel 2 bijzondere mannen hebt. Nick de Vries, kan je daar nou werkelijk wat aan toevoegen in jouw beleving? Ja, zeker. Kijk, als rijder niet. Ik bedoel, die jongen is natuurlijk supersnel. Hij heeft een goede techniek, weet wat race is, weet wat races winnen is, weet wat kampioenschappen winnen is. Dus daar kan je niks aan leren. Maar in de endurance denk ik dat ik hem nog wel heel veel stappen kan leren. Ik heb natuurlijk ook Formule 1 zelf gereden. Nou, in 2016 ging ik ook endurance rijden. Ja. Toen kwam ik samen te werken met Harry Tingnell. Nou, die heeft nu een profcontract of een goed contract bij Ford in de GT's, ook in de World Endurance Kampioenschap. En die heeft mij eigenlijk heel veel geleerd, want je hebt in één keer te maken met in- en uitstappen, met teamgenoten. Je hebt te maken met verkeer in de race, hoe je daarmee omgaat, hoe snel je die GT-auto's voorbij rijdt. En je hebt in één keer te maken met snellere auto's die jou voorbij komen, dus het is een hele andere discipline. En ik denk dat daar hebben we nog wel een slag in te slaan met Nick. Maar goed, hij is heel eager, het is een mannetje die heel snel leert. En ik denk dat we daar wel heel veel plezier mee gaan hebben. Naast coureur, hoe zie jij jouw eigen rol in het komende seizoen? Nou, wel belangrijk. Ik bedoel, ik ben echt aangetrokken als de leider van het team. We moeten Frits en Jan gewoon snel op pace zien te krijgen, maar ook het team, weet je, die moet ook gewoon stappen maken. Ik denk dat ik natuurlijk in die klasse natuurlijk veel ervaring heb. Maar belangrijk is dat je een goede voorbereiding hebt, een simulator. Dat het team stappen gaat zetten, dat de engineer juist weet wat de problemen zijn van de auto, hoe ze dat op moeten lossen. En dat we gewoon elke keer heel veel goede stappen maken. En ik moet ook zorgen dat ik ga coachen met Jan en Frits. En straks met Nick ook, weet je. Die komt aan, maar die moet in één keer een auto instappen en uitstappen. En die moet in één keer pitstops gaan doen achter elkaar en met verkeer te maken. En ja, als ik daar dan de leidende rol in kan spelen, dat is voor mij alleen maar mooi. En dan ook een mooie uitdaging.